FacoGamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Ticket hier op FacoGames. En jongens, wij hebben vandaag een hele belangrijke klus te doen en die klus die heeft te maken met mijn gloednieuwe huis. We hebben natuurlijk de vorige keer de elektriciteit proberen aan te leggen door middel van de zonnepanelen op het dak. Alleen, ja, die zonnepanelen die genereren nu energie, ze maken stroom. Alleen daar hebben we nog niks aan, want die stroom die moeten we natuurlijk wel ergens kunnen opslaan. Dus, wat wil ik vandaag met jullie gaan doen? Ik wil gaan proberen om de stroom aan te sluiten op een aantal apparaten. Zoals jullie waarschijnlijk de vorige keer wel gezien hebben, er loopt hier nu een hele mooie elektriciteitsdraad, keurig netjes weggewerkt. Die moet hier nog onder de grond door. En dan kan ik hier bijvoorbeeld iets van een keukentje bouwen. Zodat we bijvoorbeeld kunnen koken en kunnen bakken en gewoon stroom kunnen genereren. Dat is altijd heel erg belangrijk natuurlijk in TechKit, dat stroom ook ergens naartoe kan. In dit geval natuurlijk naar de apparaten. En om dat te kunnen doen hebben wij volgens mij een MFE-apparaat nodig. En dat weet ik alleen niet helemaal zeker, dus dat moet ik heel eventjes checken. Van checken is weten, of meten is weten. Hoe ging dat spreekwoord ook alweer? Meten is weten en dit is een, ja, een MFE-box. Die zorgt er dus voor dat de stroom opgeslagen wordt, zodat je het later nog een keertje kan gebruiken. Want ja, kijk, het wordt nu natuurlijk donker en dan heb je in het donker uiteraard helemaal niks aan je zonnepanelen. Dus dan is het maar mooi dat die stroom in ieder geval nog opgeslagen is. En ik zie dat hij er niet van afgaat, dus dat betekent waarschijnlijk weer dat die... Oh! Kijk nou eens, hij gaat gewoon door. Waarom blijft die stroom dan hier in die box zitten? Wat is dat nou even iets raars? Is dit gratis elektriciteit of wat? Hij doet het gratis even niks. Dat is een partij handig. Gratis stroom. Maar dat betekent dus wel dat wij een MFE-meter eventjes met elkaar moeten flanzen. En dat kan ik gewoon hier doen. Want ik heb natuurlijk alle recepten bij de hand. Het is net een soort van kookboek. Maar dan anders. MFE. Deze moeten we hebben. Een MFE is een machineblok met energy crystals. Oei. Oh, maar dat kan ik. Dat is niet zo ingewikkeld. En dat is een... Diamond 4 x 8 is 32. Oh, dat heb ik wel. Toch, ergens. En volgens mij heb ik ook die 4 gouden kabels nog wel ergens liggen. Die heb ik ooit eens een keertje in deze kist gemikt. Onder het motto van, dat kunnen we ooit nog wel eens een keertje gebruiken. En ik had gelijk. Zie je, ik heb gewoon altijd gelijk. Tenminste, bijna altijd. Best wel heel boel vaak. Hoppakee. Die daar, dan hebben we nodig. Diamonds. Heel veel mensen zeiden dat ik geen diamonds meer had. Maar natuurlijk heb ik die gewoon in deze kist gestopt. Ik doe er eentje extra bij. Dan kan die kist weer diamonds gaan dupliceren. Even kijken, dan kunnen we deze vast aanzetten. Hoppakee, die is nou heel leuk ijzer aan het maken. Dat is allemaal heel mooi. Maar ik heb op dit moment even geen ijzer nodig. Ik heb nodig... bosjes hebben we niet meer nodig. Ik heb deze nodig. Diamonds, hoppakee. Maak er eens eventjes mooi... Nee! Oh, stop. Oh, niet alle vijf. Oh, wow. Niet alle vijf, zeg. Eén is meer dan genoeg. Eén. Ga weg, boompje. Eén. Nee. Eén. Hij wilde niet, maar hij moet... Of die nou wel of niet. Heb ik er nou nog vier? Ja, ik heb nog vier. Laten we dat eerst eventjes fixen dan. Een energy crystal. Dat is een diamond in het midden. En als het goed is, heb ik precies genoeg over. Dat zou wel eens een keertje leuk zijn. Dat zou wel eens een keertje mooi zijn. Dan komt het gewoon eens een keertje goed uit. Hoppakee. Energy crystal. Nog een energy crystal. Waarom kan ik die niet... Oh, kan ik die echt serieus niet stapelen? Wat leem. Ik dacht, die kan ik gewoon bovenop elkaar gooien. Niet dus. Nou, daar niet. Oké, dan heb ik 3, 4 energy crystals. Ik heb die nodig. En wat hadden we nog meer nodig? Voor een MFE-apparaat, een machine block. En dat is gewoon... Oh, dat kan ik ook. Dat heb ik. Let op, hè. Oh, dat heb ik niet. Het is ook altijd hetzelfde liedje. Waarom heb ik nog nooit eens een keer de troep die ik nodig heb? Altijd als ik dingetjes wil doen in Minecraft Tech Heat, dan moet ik altijd dingen zoeken, omdat ik nooit eens een keer de spullen bij de hand heb. Je gaat me niet vertellen dat ik geen ijzer meer heb. Ja, dit. Refined iron. Is dat echt alles wat ik heb? Nou, dan heb ik er nog 4 van nodig. Of nee, 3. 3 hebben we er nog nodig. Dan moeten we die dus in een soort van vierkantje doen, als een soort oven. Dan hebben we een machine block. De redstone hebben we nog nodig, toch? Hebben we nog meer redstone nodig? Energy crystal? Nee, toch niet. Ik dacht dat dit redstone was. Energy crystal. Ik hoef ze niet op te laden. Kan het wel doen, maar is niet echt nodig. Hoppakee. Refined iron. Let's make dit apparaat. We moeten eerst hebben een machine block. Dat is die. Die gaat in het midden. Op de hoek gaat een isolated huppelflup. Dan de energy crystals, die gaan hier. Nog eentje, was die laatste? Ah, daar. Nee, dat is hout. Die. Waarom doet hij het niet? Moet ik ze dan wel opladen? Dat is leem. Ik dacht dat ik ze niet hoef te laden. Nou, doen we dat toch eventjes. Want als het goed ligt mijn oplaadding ergens hier. Ik zoek mijn... Waar is dat ding nou heen? Ik had toch de vorige keer een... Nou zeg, ik had zo'n oplaadding. Een steen der wijze, à la Harry Potter. Hier, zie je wel, Philosopher's Stone. I knew it. I knew it. Moet ik die dan hierin doen of zo? Ik heb toch ooit eens een keertje eerder in elkaar geflanst. Ik weet alleen niet meer hoe. Hoe deden we dat ook alweer?
How to charge an energy crystal. Ik weet dat het iets met V was. Dat is die. Kan ik deze ook op dezelfde manier opladen? Nee. Misschien dat ik deze dan bij elkaar moet doen. Waarom doet hij niks? Moeten ze om elkaar heen of zo? Ik weet niet hoe dit werkt. Ik ga dat opzoeken. Gelukkig hebben we Google. Google. Minecraft ticket. How to charge a... How to charge energy crystal. Ja, dat is wat ik wil weten. An energy crystal can hold up to... Ja, maar how to charge dat kring. Oh, wacht. Was dat niet... Dat staat er nog helemaal niet bij. Maar was dat niet gewoon op het dak? Volgens mij, energy crystal, volgens mij kan ik die chargen met een EFM ding. Of een EMF, of een hoe dat ding ook heten mag. Volgens mij kan dat gewoon met dit ding. Gewoon op het dak. Let's go check it out. Waarom moest ik hem dan hierin doen? Ja, zie je? Kijk, daar gaat de stroom die we overdag gegenereerd hebben, die gaat in het kristal. En ik hoop dat we genoeg power hebben trouwens. Dat zal toch wel? Jawel. Hij is op de helft. Jawel, dat moet lukken. Ik heb stroom genoeg voor 4 van die dingen. En als ze helemaal vol zitten, dan kunnen we ze gebruiken als een nieuwe EFM. Of MFE. Hoe dat ding ook heet, mag ik noem het gewoon een energiebox. Dat is 1. Dan hebben we er nog 3 van nodig, hopsiek idee. Kan ik hier ook niet eentje doen? Gaat het niet gewoon een tikje zo snel? Nee. Waar is deze dan voor? Waar is dit onderste vakje voor, jongens? In de MFE. Jullie weten het echt 20 keer beter dan ik. Waar is dat ding voor? Is dat om de stroom er weer uit te halen, of? I don't know. Kijk, we hebben hier dus alle power levels. En de output is 128 EU/T. Wat dat betekent, geen idee. EU betekent waarschijnlijk iets met de stroomsterkte en T zal de tijd wel zijn. Dus moeten we er nog 2 hebben. Oh, dan heb dat ding echt gewoon weken elektriciteit lopen verzamelen. Dan pomp ik het gewoon even in 3 seconden in een MFV Energy Crystal ding. I like it. Dan hebben we in ieder geval gecharged crystals. Nou, dan weet ik zeker dat die moet werken. Als die nou niet werkt, dan weet ik het ook niet meer. Dan klopt er iets niet en is Tekkit kapot. En dan moet ik klagen bij de mensen van Tekkit. Dan moet ik ze opbellen en zeggen van, hey, hij is kapot. Dan sta ik voor lul. Maar dan sta ik sowieso wel vaak, dus... Op zich is dat niet zo heel erg. We hebben deze Energy Crystal. Nou, dan dacht ik dat we het vandaag goed aan konden sluiten. Maar ik denk niet dat we dat gaan redden. Ik kan in ieder geval proberen om de glass fibers er nog bij te trekken. Ik heb vast nog wel... Oh ja, hier, zilver. Ik heb nog glas over, dus dat komt wel goed. Daar komt wel goed, maar eerst dit. Alles op zijn tijd, dat is heel belangrijk. Energy Crystal. Oké, daar hebben we er 4 van. Ik spring gewoon naar beneden. YOLO! Bam! Dat waren mijn enkeltjes. Nu, waar zijn die andere troepdingen? Machineblok daar. Die daar. Daar een energy crystal. Daar een energy crystal. Daar een energy crystal. En daar een energy... Waarom doet hij nou niks? Machineblok 250. Die heb ik. Waarom doet hij niks? Ah, dat is een landing. Energy crystal. Oh, wacht eventjes. Ik heb niet de goede kabels. Ah. Stom. Ik moet deze kabels groter maken. Dat kan ik. Want... Wacht even, kijk. Dit is het handige van een projecttafel. Dat heb ik ook voor jullie geleerd. Als je een projecttafel maakt in Minecraft Tekkit, dan kan je gewoon weglopen en dan blijft de rest er gewoon in zitten. Zie je? Kan ik hier naartoe lopen en dan loop ik weer terug. En dan zit het er nog steeds in. Handig. Dus dan kan ik even naar deze. En dan doen we gewoon die. En dan doen we hem extra dikke kabels maken. En nou moet hij het doen. En als hij het nou niet doet, dan word ik heel chagrijnig. Extra dikke gouden kabels erin. Bam. MFE hopseflots. Die kunnen we gebruiken om aan te sluiten in mijn huis. Ik wil trouwens eerst dat het dag wordt. Dan kan ik tenminste wat zien. Anders kan ik niks zien, dan word ik heel chagrijnig. Als ik niet kan kijken in Minecraft Tekkit, dan word ik helemaal niet leuk en dan word ik helemaal vervelend. En het is niet goed. Kijk, het is te veel mooier zo. Veel mooier licht. Dit moeten we trouwens ook nog een keer fixen. Ik denk dat we dat de volgende aflevering gaan doen. Dat we de volgende aflevering gaan gebruiken om hier een soort van opslagruimte te maken. Die hebben we natuurlijk ook heel hard nodig. Als we het vandaag tenminste niet redden om dit aan te sluiten. Als we dat niet redden, dan moeten we dat de volgende keer maar doen. Deze gaat hier... Dus hier komt zo meteen de kabel te liggen. Laten we eerst eventjes het gootje voor de kabel trekken. Dat is handig. Dan weet ik tenminste waar die kabel moet komen. Hier moet glass fiber komen. Zo, dat kan dan gewoon onder de grond door. Hier komt dan een... Dus even tijdelijk hoor dit. Voor mij, voor mezelf. Hier komt een soort van... Ja, hoe zou ik dit kunnen noemen? Toonbankje, misschien? Of een aanrecht. Aanrecht is het beter woord. Aanrecht. Dan komt hier... Komen de kabels te liggen. Hier komt een machine te staan. Hier komt een machine te staan. En deze haal ik ook vast weg. Want dan kunnen we daar in ieder geval nog extra machines aansluiten. Mocht het nodig zijn ooit. Dan hebben we dat in ieder geval maar vast liggen. Dan zijn we in ieder geval voorbereid. Hopske. Daar moeten de kabels komen. Hier komt dan de MFE ding. Hoe deden we dat ook alweer? Dan moeten we volgens mij een... Wat is zo'n ding?
een wrench voor hebben, toch? Een wrench. Die heb ik ook wel ergens liggen. Die heb ik in de kist. Let's go check it out. Volgens mij heb ik ooit een keertje een wrench gemaakt. Ik heb sowieso het brons. Dus als we geen wrench hebben, dan kan ik in ieder geval nog een nieuwe maken. Ja, hier. Zie je. Ik wist het wel. Ha! Ik heb het gewoon eens een keertje goed. Ik wist dat ik een wrench had en die heb ik gewoon ergens weggestopt. En die heb ik gewoon nu nodig. Want we moeten proberen om ervoor te zorgen dat de stroom op de juiste manier op dat MFE-ding komt. En als dat doet hij alsnog niks. Dan zegt hij van, ah, screw you. Oké, dit groene moet bovenop. Zo dus. Dan moet glass fiber. Dan moet ik weer terug. Nou, deze moet hier. Zo, heb ik idee. Dan hebben we meer glasvezel nodig. Want er moet glasvezel komen helemaal van hier tot daar. Dus ik moet sowieso een extra diamanten gebruiken. Ik heb nodig glas, ik heb nodig zilver en ik heb nodig diamonds om glasvezel te maken. En dan wil ik heel eventjes van jullie weten, als Vaco Gamers, als Tekkit experts. Is er nog iets dat beter is dan glasvezel om stroom over te brengen? Want als dat zo is, dan kunnen we natuurlijk bijvoorbeeld de volgende keer betere stroomkabels gaan trekken. Dat lijkt me ook wel handig. Dit is zilver, ik heb er 1, 2, 3, 4 nodig. Ik heb glas nodig verder. Oh, dat hebben we hier. Mooi. Ik plaag niet. Dan doen we deze. Hier, die had ik gelukkig nog. Ik moet er sowieso 4 hebben, dus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ik kan echt niet tellen, jongens. Holy meuk. Ik moet er 4 hebben, zei ik, niet 5. Die glas op elkaar. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. En dan 4 diamonds. Bam, dan hebben we een heleboel glasvezel. 24. En ik had er nog 3. Die heb ik daar al gebruikt. Dus dan hebben we in totaal 27 glasvezel. Nou, daar kom je een heel eind mee. Toch? Lijkt mij wel. Dan kunnen we dit aansluiten. En dan kunnen we ook de volgende keer misschien wel de machines gaan fixen. Let op. Die gaat daar, 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 daar en daar. En dan moet hij ook nog daarheen. En dan weet ik niet of dat ik dit helemaal nuttig doe. Volgens mij niet, maar dat zal wel weer niet. Dit moet omhoog. Van daar moeten in de toekomst de machines bovenop komen te staan. Dus kunnen we dit wel even weghakken. Dan kunnen we tenminste zien hoe die machines dan moeten komen te staan. En dan moet ik even gaan beslissen welke machines ik daar wil hebben. Want wat voor machines zijn handig in huis? Ik denk sowieso een oven. Die moeten we sowieso hebben. Een electric furnace. We moeten hebben een grinder. Als een soort van subcentrifuge. We moeten hebben een extractor. Die moeten we hebben. En verder weet ik het niet. Verder moeten we nog even bedenken wat voor nuttige apparaten we allemaal neer kunnen zetten. Hier komt in ieder geval die te staan. Deze komt. Poep, 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 poem. Hebben we nog steen, marmer, yes. Dan doen we in ieder geval dit weer afsluiten. Dan kukkel ik elke keer erin. En dat moeten we ook niet willen natuurlijk. Dan ben ik alleen maar bezig om eruit te komen. Zo, keurig netjes aangesloten. Die gaat daarin. En dan komt hier dus die apparaten bovenop te staan. Dan hebben ze een soort van aansluiting van onderen. En dit moet ik nog even wegwerken, want dit vind ik niet netjes. Ik wil geen grote EMF meter machine ding in mijn hoek hebben staan. Hop, hop, hop. Nou, is dit keurig of is dit keurig? Voor mijn doen vind ik dit best heel netjes aangesloten. Wat ligt hier allemaal? Mag ik dat meenemen? Troepjes? Nee, geen troepjes. Balen! Nou hier, wat gaan we dat doen? Ik moet eventjes bedenken wat voor machines ik daar wil hebben. Wat voor machines hebben we eigenlijk allemaal? We hebben een extractor, die hebben we nodig. Die was volgens mij niet zo heel moeilijk. Extractor, dat is een machine block, 4 van die dingen. Dat is niet zo moeilijk in elkaar te flansen. We hebben een macerator, die zou ook niet zo heel moeilijk zijn. Wat is het verschil tussen een macerator en een rotary macerator? Wat is dat verschil tussen? Kan die meer of zo? Is ook niet ingewikkeld te maken. Ik denk vaak ook gamers dat we de volgende keer gaan gebruiken om hier de machines aan te sluiten. Dat moeten we sowieso doen. Ik moet even voor mezelf bedenken welke machines dat gaan worden. Ik heb er wel een paar in mijn hoofd. Maar mochten jullie zoiets hebben van Vaco, ik weet ook nog een toffe machine voor je in jouw huis. Laat het me dan vooral weten in de comments. Maar dan kan ik er misschien wat aan doen. Dit project zetten we dus maar heel eventjes op de hout. Op de hout? Op de halt. Op de hold. Op de rust. Rust, Vaco, rust. Ik ga dus de volgende keer, en dat zal waarschijnlijk zijn in het weekend aanstaande zaterdag, hier de machines aansluiten. Dan gaan we de volgende keer, als dat afgesloten is, proberen om de rest van het huis in te richten. We moeten hier nog een hele toffe opslagruimte bouwen, dus we hebben voorlopig nog wat het een en ander te doen hier in Minecraft Tekkit. En ik hoop dan ook dat jullie er de volgende keer ook weer bij zijn. Het loopt super lekker met Minecraft Tekkit, dus hopelijk willen jullie mij weer helpen door eventjes een like op deze video te doen. Doe ook eventjes het codewoord. Het codewoord van vandaag is kapotte SD-kaart. Want mijn SD-kaart is kapot, let op, kijk. Zie je?
is kapot, doet niks meer. 32 gigabyte SD-kaart naar de kloten. Vacuum Gamers, dat is het codewoord. Ik zie jullie de volgende keer weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Tech Kit hier op Vacuum Games. Dus bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Mazzel!